It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. Dit is dag 2 van mijn verblijf hier in Noorwegen met het leger. De nachten zijn onrustig op een zaal met allemaal soldaten en redelijk koud. Dit stapelbed houdt ook niet te wensen over, maar het wordt allemaal nog erger, want we gaan ook buiten slapen, dus ik heb nog niks te klagen. De missie van dit tripje is om te gaan met extreme kou. Vandaag even niet. Vandaag hebben we een plezierdagje, want we gaan lekker skiën. To everything. Nou gaan we lekker een dagje funskiën. Moeten we weer in het apenpakje? Ja, dat hoort erbij. Mocht er helaas geen burger aan. Dus goed, dan is dit het beste alternatief, hè? Balen, hè? Nou, dat vind ik niet heel erg. Jij hebt liever je witte jasje aan met je bontkraag, of niet? Oké, die is dus veel besproken hier. Wat jij nou doen, joh? Even insmeren. Homo. Heb ik een betere tip, gewoon 2 keer in de week onder de zonnebank. Daar heb je nergens last van. Ja, die is hier de homo. Nou, ik vind afzien nog zacht uitgedrukt. Moet je die zon zien. Het gevaar, ik kom eraan. Specialize in danger. I'm from Niagara Falls. And now I sit here waiting like an idiot for your call. Hoe belangrijk is het skiën voor een soldaat? Wij moeten leren verplaatsen in de sneeuw. Dat doen we met de Noorse skis. Dit heeft enigszins hetzelfde, maar dit is toch meer ontspannen. Dus dit is niet zo belangrijk, maar het is even ontspannen na inspanning. Zitten! 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 Ga jij even van mijn skis op? Gaat het een beetje? Ja. Het is heel vet snowboarden, alleen veel vallen, voor de rest is het wel heel erg vet. Je had nog een klacht, hè? Want je had op geen stijl gekeken en ze hadden jou verkeerd gedefinieerd. Ja, ze zeiden uitwisselend militair uit Zimbabwe, maar de sukkels moeten weten dat ik uit Ghana kom. Uit Ghana? Ja. Nou, zeg het even tegen ze. Hé, hey, Nebbes, ik kom uit Ghana, niet uit Zimbabwe. Jongens, we gaan eten geloof ik, hè? Ik kom in, joh, ik zei helemaal niks waar. Hé, hey Patrick, ik zei helemaal niks, ik ging zitten. Maar Joran, hoe weet je dat ze nog dood was? Hoe weet je dat ze dood was? Hé, hey, die bitch begon te trillen, weet je. Oké, okay, wegwezen. Wegwezen, ik ben hier aan militairen. Hop, 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 hop. Nou kan een beetje kerel zich natuurlijk van een berg af laten glijden. Maar er zijn natuurlijk altijd mannen bij, ook in het leger, die dat niet kunnen. En dat is natuurlijk het leukste. We gaan eventjes kijken naar de echte stumperts. Zo jongens, hier worden snelheden gehaald, hè? Ja, minimaal snelheden, maximaal knallen. Dan gaan we de oorlog mee winnen hoor, met deze soldaat. Zo, ik kom je even afleiden. Gaat het goed? Weet je het? Nee. Niet vallen, niet vallen, niet vallen! Hè, lekker dat ik nog even om jullie kan lachen nu. Ja, nou, dank je. Het is mijn eerste keer, dus... Ja, dat hoef je niet erbij te zeggen hoor. Niet? Is nee, dat zien we wel. Wat hard, hè? Ja, sommige stukken best wel, ja. Ja. En als je het niet gewend bent, dan gaat het super hard. Vind je het wel leuk? Ik zal er geen skivakantie voor boeken. Oh nee? Nee, dat zit er niet in. Dus. Ik zou het ook afraden hoor, eerlijk gezegd. Ja? Waarom? Ja, waarom denk je? Laat hem maar een stukje zien even. Ja, nou, ik zie je beneden straks wel. En mars! Nou, op een enkel sneeuwvlokje na valt deze koud weertraining mij tot nu toe bijzonder mee. Kunnen die soldaten toch overdrijven? Ik begin steeds meer zin te krijgen in deze week, wat een beetje op een vakantie begint te lijken. Dit was dag 2. Tot morgen.